Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe, mysterieuze video kijkt. We willen allemaal geloven in wezens als unicorns en feeën, maar wist je dat er honderden verhalen bestaan over wezens die iets minder leuk zijn? Het zijn namelijk hele enge wezens, oftewel verhalen over monsters. Ik heb het hele internet afgezocht op zoek naar deze verhalen over de engste, de raarste, de bekendste, maar ook de monsters waarvan de beste bewijzen bestaan, oftewel beeldmateriaal dat ik vandaag met je ga delen. Het belooft dus een behoorlijk spannende video te worden vandaag. Dus als je daar ook zin in hebt, geef de video zeker even een duimpje omhoog, want bij 15.000 duimpjes ga ik binnenkort zelf... Nou, ik ga het nog niet helemaal verklappen. Dat komt later in deze video. Dus duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt dus iets, ik wil zeggen leuk, maar ik vind het niet echt leuk. Voor jullie is het waarschijnlijk leuk. Straks weer. Laten we beginnen met gewoon een van de bekendste monsterverhalen op aarde. En het enge is eigenlijk dat dit monster, als het bestaat... zich op nog geen 1000 kilometer van Nederland bevindt. We beginnen deze video vandaag met het monster van Loch Ness. Het monster van Loch Ness zou zich volgens de legende moeten schuilhouden in, jawel, het meer, het Loch Ness. En dat meer is in Schotland. Volgens de duizenden mensen die Nessie zouden hebben gezien, lijkt hij op een plesiosaurus. Zo van, oh wacht, nee, ik zie daar iets in het water. Nee, volgens mij is dat een soort plesiosaurus. Oké, alleen is die al ongeveer 205 miljoen jaar uitgestorven. Maar dat is een klein detail. En sommige mensen die hem hebben gezien zeggen dat hij rond de 3 tot 5 meter lang is. Terwijl anderen het hebben over minimaal 15 meter. Wetenschappers zijn al tientallen jaren hier onderzoek naar aan het doen. Tot op de dag van vandaag. Er worden DNA-testen in het water gedaan. Het hele meer wordt gescand met allerlei apparatuur om te kijken of er ergens in het water iets verstopt zit. Alleen, tot nu toe zijn alle harde bewijzen voor Nessie uitgebleven. Behalve dan op die rare, vage foto's na. Maar kort geleden is er een nieuw complot opgedoken dat zegt dat de Britse overheid Nessie al lang heeft ontdekt. En dat ze ruzie hebben gekregen met een museum dat hem graag zou willen hebben. Maar dat ze hem liever verborgen willen houden. Ik denk dat vooral de mensen die al die boottochtjes organiseren hier erg blij mee zijn. Want die zitten denk ik de komende jaren door dit verhaal weer vol. Ik weet het nog net zo niet, maar ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Bestaat het monster van Loch Ness en de andere monsters die ik zo meteen nog ga bespreken? Laat het eventjes weten. Dan de volgende. Ik ben vorig jaar, zoals je misschien wel weet, in Nepal geweest. Echt een prachtig land met een geweldige natuur, een supermooie cultuur. Je hebt er bossen, oerwouden, maar ook hele hoge bergen. En daar bevindt het volgende monster zich. Ik heb het namelijk over Yeti. Of Yeti, Yeti. Yeti wordt ook wel de verschrikkelijke sneeuwman genoemd en het zou een soort van aapachtig wezen zijn. Meters groot, met lange witte haren. Hij leeft in de bergen, in de sneeuw en daar worden regelmatig gigantische voetstappen van hem ontdekt. Kijk maar mee. Ik heb alleen nieuws voor deze mensen. Ik denk dat deze beelden namelijk vorig jaar zijn opgenomen. Toen ik er was, aangezien ik maat 48,5 heb en ik al regelmatig word verward voor Yeti. Moet ik iets bekennen, jongens? Oké. Ik ben het, zowel Yeti als Bigfoot. Ik ben het allebei. Alleen laten we het niet tegen de lokale bevolking daar zeggen, want zij geloven er echt heilig in en... Weet je, anders hebben ze daar ook niks meer om naar uit te kijken of om naar op zoek te gaan. Ik bedoel, het is toch leuk, hè? Verstoppertje spelen blijft toch altijd wel een leuk dingetje. Weet je wat? Ik merk dat ik een klein beetje melig word van deze monsterverhalen en de zogenaamde bewijzen. Ik weet niet. Ik ben best wel iemand die gelooft in complottheorieën en dingen, maar ik wil wel altijd gewoon keiharde bewijzen zien of logische verklaringen. En tot nu toe ontbreekt dat nog wel een beetje in mijn onderzoek naar monsters. Dus weet je wat? Ik zag dat er op YouTube allerlei video's staan met
monsters gesignaleerd. En dat zijn dan misschien niet de bekendste verhalen, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat we dan tegenkomen. Dus we gaan gewoon samen even een aantal van dit soort video's kijken, want dan is er in ieder geval goed bewijsmateriaal. Laten we kijken. Dit is een video die heet 5 mysterieuze monsters gevangen op camera. Oké, nou, klinkt veelbelovend. Oké, ik zie een strand en een man met een baard. Wat is dit? Nou, wacht even. Eww. Gadver. Maar dat is een soort potvis of zo. Nee, maar deze heeft tentakels. Oh my god. En een soort eieroog. Zien jullie dat? Gadver. Oh, maar dit is wel echt heel freaky. Oh, waarom zou je er tegen trappen? Oh, die staart. Wow, dat is wel heel vet. Nou ja, niet vet. Vette vis is natuurlijk goed voor je, maar dit lijkt niet meer heel erg vet aangezien die dood is. Oké, ja, maar het leek een soort van aangespoelde vis, maar dan een hele rare. Is dat dan een monster? Ik denk het wel. Oké, wat hebben we hier? Oh, die is cool. Wow, een soort zwarte vuilniszak die licht geeft en zwemt. Wat? Oh, dit is heel erg diep in de oceaan. Oh my god. Dit is zielig dat dit ding in een monstervideo zit. Dit is een heel cool ding. Stel je voor dat je dit bent en dan word je monster genoemd. Dat is echt heel erg zielig eigenlijk. Nou, dit vind ik helemaal niet leuk. Ik ga een Giro-rekening voor deze vis of wat het ook is openen, want dit is gewoon veel te zielig. Oké, dit is een video van iemand die blijkbaar iets in het bos heeft gevonden. Dat klinkt al echt gewoon helemaal niet iets wat ik vrijwillig zou kijken. Maar we gaan het doen. Hij, wat zie je? Een soort van, oh, een oude boomhut of zo. Nee, geen boomhut, hoe noem je dat? Gewoon een... Wat was dat? Nee! Oh, ik haat dit soort video's. Gadverdamme, wat was dat? Ik schrok heel erg, maar sowieso... Je moet mij nooit schrikfilmpjes of dingen sturen. Ik kan daar gewoon niet tegen. Maar was dit echt? Ik wil nu nog wel een keertje... Oh, in slow motion komt het. Wat denken jullie? Was dit echt een monster? Of is het nep geëdit? Of gewoon een soort pop of zo? Laten we weer even teruggaan naar de legendes. Want het volgende monster... komt uit New Jersey. En heet heel toepasselijk... The Jersey Devil. Oftewel de duivel uit Jersey. Ik denk eigenlijk wel dat je dit snapt. Ik weet ook niet waarom ik dit nog een keer eens uitlegde. Maar het verhaal achter dit monster is echt... om kippenvel van te krijgen. In 1735, oftewel bijna 300 jaar geleden trouwens. Wat als dit iemand in de toekomst dit kijkt? Of tenminste niet in de toekomst, maar dat dan de toekomst dan nu is. Hoe zeg je dat? Dat het zeg maar nu bijvoorbeeld 2328 is. Hoi! Iedereen in 2338, even groetjes naar jullie. Zou YouTube dan nog bestaan? Misschien besta ik dan nog wel. Misschien wordt er iets uitgevonden dat we gewoon allemaal voor altijd heel erg oud kunnen worden. Of dat ik dan een soort van zelf een monster ben. Ik dwaal af, we zijn bij de Jersey nog wat. The Devil Jersey. Nee, de Jersey Devil. Want het is helemaal geen grappig verhaal eigenlijk. Oké, even bloedserieus. In 1735 was namelijk mevrouw Leeds aan het bevallen van haar 13e kind. 13e. Want ja, dan heb je 12 kinderen in huis lopen en denk je nou... ik denk dat ik toch nog wel even iets mis in huis. Ja, het is zo stil. Weet je wat, we doen er gewoon nog één bij. Het is niet dat de action toen al bestond, dat je er daar gewoon eentje kan ophalen. En mevrouw Leeds, ik had je van tevoren heus wel kunnen vertellen dat een 13e kind, het ongeluksgetal, nou niet echt heel erg slim is om nog eens een keertje uit te gaan proberen. Of weet ik veel hoe je dit moet gaan zeggen, om je gezin mee uit te breiden. Maar goed, weet je, het is nu al 300 jaar te laat, kan er niks meer aan doen. Maar we hebben wel een mooi verhaal, want tijdens haar bevalling riep mevrouw Leeds... Ik ben kinderen krijgen beu. Laat de duivel deze maar meenemen. Waarom zou je zoiets roepen? Ik ben blij dat ze nog geen videocamera had, dat het gefilmd was. En dat dat kind later tijdens de bevalling ziet van... Nou, dit riep mijn mama tijdens de bevalling. Maar gelukkig, dat zal hij nooit te weten krijgen. Want het kind veranderde vervolgens direct na de bevalling in een soort van... Ik moet even spieken, want het is too much om op te noemen. Het kreeg de huid van een slang... horens, hoeven, vleugels en daarnaast leek het ook nog eens een keertje op een geit en vloog die via de schoorsteen direct na de bevalling naar buiten.
I told you, nooit voor een 13e kind gaan. Dan denk je misschien, dit klinkt echt te bizar voor woorden, maar toch is de Jersey Devil afgelopen 300 jaar meer dan 2000 keer gespot. En geloof het of niet, maar de Jersey Devils zijn ook nu een ijshockeyteam. Maar de... Hallo, wie ben jij dan? Oh, er is een nieuw virus ontdekt op mijn computer. Vaste Jersey Devil. Nee, maar ik wilde zeggen, er is wel beeldmateriaal van de Jersey Devil. Dus laten we anders, want ik doe er nu een beetje sarcastisch over weer. Laten we daar gewoon eventjes naar gaan kijken en laten we dan pas judgen. Minutes into the documentary, something was caught on camera. Take a look. Look at that, look. It's like it has wings. What is that? Ja. Ik weet het niet, jongens. Ik vind persoonlijk het bewijsmateriaal van al deze monsters een beetje tegenvallen. Misschien is het een gevalletje van je moet het zelf hebben ervaren. Dus daarom heb ik een idee. Ik heb eerder een keertje een video gemaakt over enge legendes uit Nederland. En ik heb eigenlijk liever niet dat je die terugkijkt. Want ik dacht dat het een goed idee was om eng te praten, maar het is te raar. Ik had het in die video onder andere over de witte wieven. De spoken die in de bossen van Nederland zouden leven. Mij lijkt het echt een gigantisch eng idee om een keertje, 's nachts, de witte wieven te gaan zoeken. Samen met Thomas, samen met Richard en samen met Denise. Ik moet ze nog wel overhalen, maar mij lijkt 15.000 duimpjes op deze video genoeg om ze zover te krijgen dat we een nachtje op jacht gaan naar de witte wieven. Ik zal dan verder ook uitleggen wat het precies is. Ik wil dat al heel lang een keertje doen, maar alleen durf ik niet. Dus misschien kunnen we ze via de duimpjes overhalen. En ik wil je natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even in de reacties weten wat jij denkt dat waar is. Heb je soms zelf ooit een monster gezien? En heb ik het niet over de eerste persoon die je 's ochtends ziet als je in de spiegel kijkt. Alhoewel, in mijn geval zou dat ook kunnen meetellen in deze video. Anyway, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video om 4 uur 's middags. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!